Yo mensen, welkom bij Pokio Hunters NL en weer een nieuw filmpje van mij. Het was lang geleden dat ik nieuwe filmpjes heb gemaakt. Ik ben ontzettend druk geweest met vooral werken eigenlijk en nog steeds een beetje van de verhuizing. Dingen opruimen, dingen uitzoeken, dat soort dingen. Dus ik heb helemaal geen tijd gehad om met mensen te ruilen of überhaupt te praten met mensen. En ook niet om filmpjes te maken of kaartjes te kopen of wat dan ook. Dus bij deze, sorry daarvoor. En voor sommigen duurde het ook ontzettend lang om te wachten totdat hun filmpje online komt, zoals van deze TCBM. Ik heb namelijk geruild met Niels en die komt uit België. En we hebben geruild en ik zal het envelopje niet helemaal laten zien, maar hier is het. En ik ga hem eventjes openmaken. En zoals je zo meteen zult zien, is de ruil niet zo heel groot. Maar hij heeft er wel wat extra's bij gedaan, hoorde ik. Oké, dit is wat eruit komt. En ik zie al een hele mooie tekening en stickers. En ik ga eerst naar de noot. En er staat: hey Pokémon, snel, hier is de trade en extra's. Hopelijk ben je er blij mee. Groetjes, Niels, Pokémon fan. Nou, hele mooie tekening erbij gedaan van verschillende Pokéballs. En hier ook nog eens een andere tekening van, er staat ook bij, Leafeon en Glaceon. Zou ik hem even zo neerzetten. Hopelijk blijft dat staan. Oh. Ontzettend bedankt voor je leuke tekening. Zo. En we gaan eventjes kijken naar wat hier los ook nog bij zat. Dit zijn, oh wat vet, stickertjes. Stickertjes van de drie legendarische vogels. De Moltres, Zapdos en Articuno. Ik heb volgens mij niet zoveel van deze stickers. Dus die gaan mooi bij mijn stickerverzameling van Pokémon. Ik begin echt van alles te verzamelen wat met Pokémon te maken heeft. Het is echt een drama, want straks heb ik gewoon een hele kast vol met verschillende dingetjes. Hier zie ik extra's en hier is de trade. Oh, ik zit helemaal niet naar de camera te kijken, sorry. Ik moet even wennen aan deze opstelling nog. En dit is sowieso nog niet mijn opstelling die ik wil hebben. Dus ik ben nog steeds even aan het oriënteren thuis waar ik nou mijn camera wil hebben met licht en zo. Maar ja, dit is de trade en dit zijn de extra's. Ik begin eerst met de trade. Zijn kaartjes zijn al lang opgestuurd eigenlijk. Hij heeft ze ook al ontvangen. Alleen, ik ben ook wat vergeten. Ik ben vergeten om daar nog wat Pokémon muntjes bij te doen, omdat hij dat ook gekocht heeft. Ik ga het van de week opsturen. Ik ben van de week wat meer vrij. Ook na de feestdagen. Vandaag is bijvoorbeeld Pinksteren. Oké, dit zijn de kaartjes. Ik heb Flashfire heb ik Shiftree. Van Legendary Treasures een Garchomp. Victory Piece uit Plasma Storm. En de Iris Full Art trainer van de Plasma Blast. En hij was niet helemaal in goede conditie zoals ik het hier zie. Maar goed, hiermee maak ik wel mijn collectie nog een beetje completer. Ik ben bijna compleet met mijn Plasma Blast collectie. Ik mis nog alleen een paar. Oh, ik heb hier een mooie paarse. Ik mis alleen nog een paar Full Arts. En een G-Scope volgens mij. Of G-Booster of zo. Ik weet niet meer precies welke van die twee. Maar een van de Ace Packs uit de Plasma Blast. Oh, blijf staan. Oké. Nou, hier is zeg maar de main trade van mij. We gaan even naar de extra's. Ik ben ook wel benieuwd wat die in zit. Ik voel al dat er het geld zit voor de muntjes. Want de muntjes die heb ik verkocht. En die zijn, even kijken. Ik ga even denk ik een schaar pakken. Een momentje. Ik was niet hierop voorbereid dat er zoveel tape zat. Even kijken. Nou, sorry daarvoor. Normaal gesproken heb ik alles bij de hand omdat ik aan mijn bureau zit. Maar dit is niet mijn bureau. Dit is mijn salontafel zoals het heet. Zo. En ik kan gewoon niet zo goed omgaan met tape. Zo, dus als je me wil pesten, moet je vooral echt tape gebruiken. Zo, deze is goed vastgetaped ook hier, zie ik. Ik ga het even eraf halen.
Ik ben vandaag ook naar de markt geweest hier in Utrecht. Een hele grote markt in de Jaarbeurs Utrecht. Misschien kennen jullie dat. En dat was best vet. Ik heb wat dingetjes gekocht. Ook bij een jongen die mij ook herkend heeft. Van YouTube, heel grappig. Ik zie hier een Japanse kaart. Oké, we beginnen gewoon vooraan. Oh, grappig. Magikarp's Bubble. Het is een signature card. Heel leuk gemaakt. Helemaal getekend. Heel mooi, heel veel attack heeft hij opeens. Heel leuk, dankjewel. Heel grappig. En ik heb hier een Caterpie van, ook van Flashfire. Celio. Oeh, en een Charmeleon van Gym Heroes, denk ik. Maar wel vet Japans. Ik ben gek op Japanse kaarten. En sowieso de Charmeleon natuurlijk uit de Charizard line. Ontzettend bedankt Niels voor deze mooie kaartjes. Jouw muntjes worden alsnog eventjes opgestuurd van de week. Maar dat heb ik al tegen je gezegd. En jongens, bedankt voor het kijken. En nogmaals, sorry dat het zo lang duurde dat er gewoon geen filmpjes waren. En laat een blauw duimpje achter voor deze hele mooie Livion en Glisseon hier op de achtergrond. En tot de volgende keer weer. Doeg!